Hallo iedereen. Wel, uh, ik zit hier natuurlijk met een uh, lekker kopje koffie. Uh, nu, uh, wat gaan we vandaag doen? Ja, ik heb dus uh, Simon gezien en we hebben nog een beetje die massadichtheid bekeken. Nu, in plaats van nog extra oefeningen te doen, uh, wat ik eerst dacht te doen, extra oefeningen, ga ik eigenlijk jullie, uh, wacht door vijf punten uitleggen. Vijf dingen uitleggen. Waar je echt moet op letten als je uh, fysica oefeningen maakt. Uh, ja, dat is dus misschien speciaal voor massadichtheid, maar in het algemeen als je fysica oefeningen maakt, verlies je soms uh, punten met domme dingen. En dus het allereerste dat is dus ja, als je dus de video bekeken hebt van massadichtheid, dan ken je de formule, ja, de enige die dus toegepast wordt, dat is dus. Rho, massadichtheid is de massa gedeeld door het volume. Okay? Rho is gelijk aan m gedeeld door v. Oké, okay. Simon had dat heel goed begrepen. Nu, je kan twee dingen doen. Wat doe ik meestal? Als ik dus bepaalde dingen gegeven heb in mijn vraagstuk, en ze zeggen bijvoorbeeld al uh, uh, het object weegt 500 kilo. Ja, ik ga dan direct hier in massa. 500 kilo schrijven. Dus ik zou dan al mijn formule schrijven zo ro is gelijk aan 500 kilo gedeeld door v. Bijvoorbeeld. Als ik nu ook de ρ krijg, ja, dan schrijf ik hier de ro. Dat is dus een getal kilo gedeeld door kubieke meter. Als ik een volume krijg, dan schrijf ik het hier. Dus ik gebruik altijd mijn basisformule en ik schrijf daar mijn getallen in. Wat je ook hebt als gegeven. Je moet tenminste twee dingen hebben om daarmee te kunnen rekenen. Oké. Okay. Maar dan zei het Simon tegen mij: Ja, mijn leraar doet dat anders. En dat is misschien, ja, ik weet nu niet of dat dan beter is, maar in elk geval, dat is ook een manier wat je ook kan doen. Als je dus je diezelfde formule hebt en ze vragen nu: De vraag gaat uiteindelijk zijn, bijvoorbeeld, wat is de massa? Als dat je vraag is, wat is de massa? Dan kan je eigenlijk eerst die massa uit je formule isoleren. Je zou dan kunnen zeggen, oké, okay, die v die is hier gedeeld door. Ik ga die naar de andere kant zetten en dat wordt daar dus maal. Dus mijn formule gaat zijn v maal de ro is gelijk aan m. En dus mijn m is al geïsoleerd en ik kan hier gewoon schrijven het volume maal de ro. Snap je? Dat is dus als je de m, als je de m zoekt. Stel nu ze zeggen, oké, okay, ik zoek de v. Ik moet het volume weten. Ik weet de twee andere, ik moet het volume weten. Ja, dan zet je weer die v naar die kant. Maar de ro die daar staat, ja, die komt dan onderaan hier te staan. Dat is hetzelfde als werken met functies enzovoort. Die regels blijven altijd hetzelfde. Dus mijn v, ja, die gaat hier naar boven, is gelijk aan, ja, mijn m staat daarboven en dus die ro, ja, die gaat dan onderaan staan. Dus die ro, die gaat dan die was hier maal. Ja, en die wordt dan hier gedeeld door. Voilà. Dus als we nu het volume vragen, ja, dan heb ik al direct het volume geïsoleerd. Snap je? Hetzelfde met de ro en dat is dus het laatste. De laatste ik zou maar zeggen omvorming van formules, maar dus de ro, ja, die formule zegt het al ro is gelijk aan m gedeeld door v. Dus zie je dat? Het hangt ervan af of ze nu de ρ vragen of de m of de v. En je kan je formule omvormen. Maar ik vind het gewoon simpel om maar één formule te memoriseren. ρ is gelijk aan m gedeeld door v. Oké? Okay? Dus ofwel stop je direct je getallen erin, ofwel vorm je eerst je formule om. En dat was dus mijn eerste, ik zal maar zeggen, mijn eerste raadgeving. Oké. Okay. Voilà. Wat gaat nu mijn Tweede raadgeving zijn. Ja, als je dus, um, meestal gaan ze uh, een, een, een um, ik zal maar zeggen, een, een, een object geven. En dat object gaat een vorm hebben. Dat gaat bijvoorbeeld, uh, ze zeggen een cilinder uh, van die en die mate, cilinder, of een bol, voilà, of een kubus, uh, weet ik wat. Dus Enzovoort. En je gaat dus wel echt goed de formules daarvan, daarvan uh, moeten kennen. En pas op, we spreken dan niet over oppervlakte, maar bij dus massadichtheid ja, gaat het altijd over volume. Hè? En dus, volume, denk aan vol. Ja, dat object zit helemaal vol. Dus als we nu bijvoorbeeld de formule van een cilinder vergeten zijn, hè, dan tekenen we die even. Voilà. Ja, dan ga ik dus eerst het volume berekenen van die schijf. En dan, ja, dat gaan allemaal schijven, 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 schijven zijn die daarin zitten hè, om die, die cilinder vol te maken. En dus, ik ga dus die oppervlakte van die cirkel moeten doen maal de hoogte, hè, maal het aantal centimeters schijven dat daarin zitten. Dus ik kan dat een klein beetje burdeneren. En dus, hier de, dus de formule van mijn cilinder, ofwel probeer ik die te redeneren of wel ken ik die van buiten? Dat is dus straal maal straal maal straal maal pi. Ja, dat is dus de eerste schijf en dan nog eens maal de hoogte maal de hoogte. En dus vaak in plaats van straal maal straal, ik moet zeggen voor mij in mijn geheugen dat klinkt goed. Straal maal straal maal pi. Zo vergeet ik nooit de oppervlakte van, van een schijf. Maar ik weet dat veel leerkrachten schrijven, dus r tot de tweede, e, maal pi, maal h. Je mag daar maaltekentjes tussen zetten, dat moet niet. Maar dat is dus, ik zal maar zeggen, het volume van een cilinder. Ja, je moet dat dus weten. Uh, voor een bol, ook voor een bol misschien een beetje complexer, maar je moet dus weten dat de, het volume van een bol, ja, dat is dus vier derde maal pi, maal straal, maal straal, maal straal. Dus, maal r tot de derde. Ik denk dat je die toch wel echt best van buiten leert. Ja, een kubus. Een kubus, ja, dat is dus... Alle kanten vermenigvuldigen. Deze, maal deze, maal deze. Door het feit dat al die kanten hetzelfde zijn, ja, is dat dus... Um, uh, 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 wat zal ik zeggen? Lengte, enfin, breedte, maal lengte, maal diepte. En dus je vermenigvuldigt die. Oké? Okay, um, ja, je, je zou dat dus kunnen uh, opschrijven, die formule, als zijde tot de derde. Want dat is dus zijde, mal zijde, mal zijde, omdat ze het allemaal hetzelfde zijn. Oké. Okay. Dus dat is mijn tweede uh, element. Je moet dat heel goed kennen. Mijn derde element... Pas nu op, als je dus met die, al, met, al die, die figuren gaat werken, hè, cilinder, kubus enzovoort... Bol, hè? Dus vaak geven ze de diameter. De diameter. Maar pas op, de diameter. Dat is ik zal maar zeggen, de totale breedte, als ik het zo mag zeggen, van die schijf. En bij een bol, de diameter. Hè, ja, dat is dus ook van de ene kant tot de andere kant. Maar in mijn formule werk ik wel met straal, met R. Dus dat is daar de helft van, van het middelpunt tot de kant. Dus de helft van de diameter hier ook. Dus dit is mijn middelpunt. Ja, een straal is gewoon van het middelpunt naar de uiterste kant. Maar pas op dat je niet diameter en straal. Ja, dat zijn dus twee andere dingen. Straal is de helft van een diameter. Hè? En ik heb al gezien in enkele oefeningen van Simon stond er diameter. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, uh, dat moet je wel goed uit elkaar kunnen houden. Uh, dan een vierde element. Je moet dus heel goed kijken, ik zeg dus kijk uit, in welke eenheid ze het antwoord vragen. Want soms zit jij daar te rekenen, bij de row werk je altijd met kubieke meter en kilogram. Maar misschien, ik heb dat ook al gezien in het vraagstukken van Simon, vragen ze hoeveel gram? Dus in het uiteindelijk antwoord. Hè? Hoeveel gram? Ja, dan moet je je kilo's dus terug omzetten naar gram. Oké? Okay? Dus kijk goed uit wat vragen ze uiteindelijk vragen. Wat is de vraag? Soms is het gewoon ja of nee. Je maakt je berekening en ze vragen... Uh, kan je die cilinder in die materie opheffen... Ja, dan moet je niet zeggen, hij weegt zoveel kilo. Nou, ja, dan moet je zeggen, uh, ja of nee. Als je uitkomt drie kilo, ja, dan ga je zeggen, ja, ik kan hem optillen. Als je uitkomt 500 kilo, dan ga je zeggen, nee, ik kan hem niet optillen. Dus kijk heel goed uit naar wat vragen ze precies. En nu het allerlaatste, maar daarvoor ga ik dus even mijn bordje uh, schoonmaken. Want dus het vijfde, mijn vijfde raadgeving, uh, en dat is eigenlijk een trucje dat ik gisteren met Simon heb gedaan. Dus je gaat bijvoorbeeld moeten omzetten van, uh, ik zal maar zeggen, uh, centimeter naar meter bijvoorbeeld. Nu, je gaat dan kolommen moeten maken van al die maten. En je gaat dus moeten kijken naar de expo exponent. Als er hier niks staat, ja, dan is dat eigenlijk exponent 1. En we gaan dat dadelijk ook doen voor tot, dus tot de tweede en tot de derde. Want tot de tweede is vierkante en tot de derde is kubieke. We gaan dat dadelijk ook doen. Dus we gaan ook doen vierkante, centimeter, decimeter, meter enzovoort. En we gaan daarna ook doen kubieke, dat gaat tot de derde zijn. Oké. Okay. Voilà. Maar dus, dus, vierkante, dat gaat iets zijn tot de tweede. En kubieke gaat iets zijn tot de derde. Oké. Okay. Maar dus, ik krijg een opgave in centimeter. En ik moet dat in meter zetten. Wat ga ik dan doen? Ik maak heel mijn schema. Millimeter, centimeter, decimeter meter. Dus noods verder, hè. Uh, dus noods decameter, hectometer. Of enfin, ja, ik kan dat hier zetten, hè. dus decameter is meestal dan uh, hectometer, uh, kilometer. Voilà, dat hangt er vanaf tot waar je geleerd hebt. Maar dus als hier dus een eentje staat, zal ik maar zeggen. Ja, dan heb je dus één kolom. Per maateenheid. En wat betekent dat nu? Wat ga ik daar nu mee doen? Stel dat ik nu krijg, uh, ik zal maar zeggen, 3000 centimeter. Oké. Okay. En ik moet dat dus omzetten in meter. Oh, ik ga het misschien een beetje kleiner maken. Ik ga zeggen 30 centimeter. Oké. Okay. Ik moet 30 centimeter omzetten in meter. Ja. En ik heb het nu eigenlijk helemaal verkeerd gedaan. Ik heb dus mijn kolommen helemaal in de verkeerde richting gemaakt. Dus ik ga dat nu even wegvegen. Hè? Dom van mij. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo slecht. Hè? Want dan ga jij ook begrijpen um, dat je dat wel in de juiste volgorde moet zetten. Dus ik moet ze eigenlijk... Oh, ik ga dat even allemaal wegdoen. Voilà. Oké, okay, alles weg. Oké. Okay. Dus... Um, ik ga nu weer... Sorry, sorry. Draw en mijn pennetje zetten. Oké. Okay. Dus... Ik ga dus beginnen met de grootste, dus kilometer, uh, hectometer, decameter. Ja, normaal zijn die kleiner, normaal gaat het over centimeters en meters, hè. Uh, wat heb ik dan nog? Decameter meter. Uh, Na meter heb ik decimeter heb ik uh, centimeter en heb ik millimeter. Oké? Okay? Dus gelukkig heb ik die fout gemaakt, dan weet jij ook, oei, ik moet ze wel van groot naar klein zetten. Oké, okay? goed. Voilà. En ik krijg dus nu, uh, laten we zeggen, 30, misschien ga ik, misschien, ik ga dat ook even wegdoen, zo, voilà. En we moeten dus 30 centimeter omzetten in meter. 30 centimeter. Dus ik ga, mijn 30 gaat stoppen hier na centimeter. Dus ik schrijf zo 30. He, zie je, want ik stop hier. 30. Als het nu 3 was, ja, dan komt die 3 hier. He, maar 30, ga ik nog een tweede doen. He. 30 komt hier. En hoeveel meter is dat nu? Ja, ik moet wel gaan tot de meter. He, in de meter zet ik uh, 0, voilà. Dus dat is eigenlijk 0,30 meter. Oké? Okay? Stel nu dat ik toch 3000 centimeter had genomen. Ja, ik begin dus mijn 3000 te schrijven hier voor de centimeters. 0003. 0, 3000 centimeter. Ja, hoeveel meter is dat? Ja, ik ga dus mijn komma hier zetten. Ja, dat is dus 30 meter. Oké? Okay? Ja, in de omgekeerde richting zal dat dus ook gaan. Stel nu dat ik krijg um, 30, van 30 meter. En ik moet dat nu omzetten naar centimeter. Voilà. Dus ik heb 30 meter. Ik schrijf hier, voilà. Hier voor de meter. Zie je, meter staat daar. Hè? Daar ervoor. Schrijf ik dus mijn 30. En ik ga dus stoppen bij centimeter. Ik ga hier stoppen. Voilà. Dus hoeveel gaat dat dan zijn? Dus um, 30 meter is 3000 centimeter. Oké? Okay? Okay, dat is al niet slecht, maar nu, wat gaat dat nu zijn als ik dus uh, met vierkanten werk? En daar komt de kat op de koord en nog eerder met uh, dus kubieke. Dus ik ga dat nu doen voor kubieke. En voor kubieken moet ik dus voor elke maat twee kolommen hebben. Huh? Dat is het dus. Dus ik zit nu bij vierkanten. Okay? En dan krijg je dus waarschijnlijk, zet bijvoorbeeld 30 uh, uh, nee, uh, centime, uh, vierkante centimeter, zet dat nu om in uh, vierkante meter. Okay? Maar ik ga dadelijk komen naar kubieke, want je weet dus, bij, uh, de, bij massadichtheid werk je met kubieke meter. Dus dit gaat het belangrijkste zijn, maar ik wil heel het systeem uitleggen. Dus wat doen we weer? We schrijven weer heel onze kolom. Uh, maar ik ga nu eigenlijk, um, waar ga ik beginnen? Uh, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. Oké, okay? wat ga ik nu doen? Pas op, twee kolommen per ding, want het is vierkanten. Dus per maat ga ik twee kolommen maken. Hop, twee kolommen maken, hop. Twee kolommen maken. Oké, okay. voilà, hier ook twee kolommen. Voilà. En dus ik zit nu met 30 vierkante centimeter. Dus ik ga die 30, ik schrijf die hier. Voilà, dit is hier het einde van centimeter. Ik ga die hier schrijven, 30. Ja, en dus nu moet ik dat zetten in vierkante meter. Dus ik zit hier bij meter, dus mijn komma gaat hier gaan. Hier bij meter, 0, en dus 30 vierkante centimeter is 0,003 vierkante meter. Gesnapt? Dus dat moet je altijd toepassen. En dus nu, ik ga dat nog even snel uitwissen. En dan kom ik bij kubieke, want dat is dus wel belangrijk. Want, we... oei, ja, ik heb dat hier allemaal uitgeveegd, maar dat geeft dus niet. Dus we zitten nu bij kubieke. En daar ga je, ja, zoals je het al wel had kunnen denken, drie kolommen hebben per maat. Ik schrijf dus decameter meter. Ik zet ze een beetje verder uit elkaar, want ik heb meer kolommen nodig. Hè. Uh, decimeter, centimeter, millimeter. Voilà. En zoals Simon zei, ja ik zet eerst de grote lijnen hè, tussen al die maten. Maar dan daartussen ga ik dus elke keer drie kolommetjes zetten. Voilà. Drie. 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 3 en 3. En wat gaan we dus doen? We gaan werken naar kubieke meter. Waarom? Omdat in de row krijg je altijd kilo per kubieke meter. Dus dat zou echt niet slecht zijn dat je al heel snel dus alles wat je krijgt in je vraagstuk omzet naar kubieke meter als het gaat om massadichtheid. En we krijgen bijvoorbeeld, gaan we nu zeggen, um, dat we een blokje hebben van 3 kubieke centimeter. Dat is een klein blokje. 3 kubieke centimeter. En dat zou dus zoiets kunnen zijn. Voilà, één blokje, twee blokjes, drie blokjes. Voilà, oké, okay. dat is dus een blokje van 3 kubieke centimeter. Ik heb 3 kubusjes van een kubieke centimeter. Maar wat presenteert dat nu in een enorme blok van 1 kubieke meter? En dat is dus eigenlijk wat we berekenen. Snap je? Oh, voilà. Oké. Okay. Goed, dus we hebben 3 kubieke centimeter. Hier zijn onze centimeters. Dus we zien dus dat hier. We gaan dus onze 3 hier schrijven voor die centimeter. Oké? Okay? We hebben dus 3 kubieke centimeter. En we moeten dus naar meter gaan. Ja, dus meter. Hier bij de laatste zetten we onze comma. Voilà. 0, 0, 0, 0. Kijk eens aan, zich. We hebben dus. 5 nullen naar de komma. Dus 3 kubieke centimeter. Ik ga het hier schrijven. 3 kubieke centimeter is gelijk aan 0,5 nullen. Hè. 1, 2, 3, 4, 5 nullen. Voilà. En dat is dus kubieke meter. 2, 4, 5. Ja, ik heb juist geteld. Zie je hoe het werkt? Ja, dat is dus echt heel belangrijk. Dus die vijf elementjes, alsjeblieft, pas daarop. Als je je toets maakt en dat je daar dus toch geen fouten uh, mee maakt. En als je nog vragen hebt, je kan me dat altijd vragen onderaan de video of per mail. Wel veel succes!